Vanuit de ruimte zijn er maar weinig bouwwerken op aarde zichtbaar. André Kuipers zag de piramides van Gizeh, de Chinese muur en de afsluitdijk toen hij rond de aarde vloog in de Soyuz-raket. Onze afsluitdijk is het voorbeeld van de maakbaarheid van Nederland. Door de afsluitdijk werd de kwetsbare kust van Nederland verkort van 300 kilometer naar maar 32. Zo bedacht Cornelis Lely. De kust van de Zuiderzee was altijd doelwit van storm en overstroming. In 1916 begaven de dijken bij Waterland het op meerdere plaatsen. Niet bestand tegen wind en zee. De plannen om de Zuiderzee af te dammen kwamen daarmee letterlijk in een stroomversnelling. Een eerste deel van Lely's plan was al uitgevoerd. De proefpolder Andijk en de Wieringermeer waren drooggemalen. Tussen Noord-Holland en Friesland groeide de dijk naar elkaar toe. De minister van Oorlog hield het bouwen van de afsluitdijk nog wel even tegen. Omdat men bang was dat een vijand uit het oosten zo wel erg gemakkelijk het westen van Nederland kon binnenvallen. Het westen was juist zo goed verdedigd door de Hollandse waterlinie. Een voorwaarde was dat aan de Friese kant bunkers gebouwd werden tegen mogelijke invallen. Een bijkomend voordeel is dat de afsluitdijk een mooie verkeersverbinding is geworden naar Friesland en Groningen. In het begin reden er nog maar 6 auto's per uur over de eenbaansweg. Vorig jaar was het het eerste wegdeel waar 130 km per uur gereden mocht worden. Door klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel. Het wordt steeds lastiger om overtollig water van het IJsselmeer te lozen op hogere waterstanden aan de Waddenzeekant. De afsluitdijk gaat daarom de komende jaren na 80 jaar weer flink op de schop.